Oranjepar, we gaan het zo over de wedstrijd hebben, maar eerst even persoonlijk. Ja, minuten gemaakt, hoe blij ben je ermee? Heel blij mee, eindelijk minuten op mijn eigen positie. Mijn eerste basisplek dit seizoen. Ja. Hoe lastig is het dan om in een ploeg terecht te komen? Ja, dat, laat ik het zacht uitdrukken, niet blaakt van het zelfvertrouwen. Ja, dat is lastig. Maar ik ben met een intentie ingegaan dat ik gewoon mijn best moet doen. En ja, alles eruit halen wat erin zit. En dat heb ik gedaan, denk ik. Ja, dan speel je die wedstrijd. Dan gaan we naar Eindhoven vandaag. Vlies je met 3-1. Ja, en dan in de 7e minuut, dan kunnen alle tactische besprekingen kunnen overboord. Die kunnen overboord, inderdaad. Ja, dan heb je een man minder en dan moet je bij elkaar blijven. Linies kort proberen te houden. En ja, dan weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt. En dat je echt met elkaar samen moet werken om de schade te beperken. Heb jij gezien wat er gebeurde? Ik heb gezien wat er gebeurde. Givan die, was een beetje een twijfelballetje tussen spelers in. En hij wou vol voor die bal gaan. Maar ja, de scheids die zag dat hij meer de man raakte dan de bal. En beoordeelde het met een rode kaart. Maar in mijn ogen vond ik dat niet echt een rode kaart. De manier van inkomen is wel hard, maar niet dat het echt overdreven was, vond ik. Ja, dat is dan bepalend voor de wedstrijd. En dan zie ik een vervolg van de eerste helft waarvan ik denk van de 10 van Go Ahead Eagles, die gaan er vol voor. Komt ook op een 1-0 voorsprong. Ja, ja, dan is het echt van je kop bij elkaar en strijden met z'n allen. En dan die tweede helft, die eerste kwartier. Wat gebeurde daar? Wat ging er eigenlijk mis? Ja, we zeiden nog in de rust, de eerste 10 minuten moeten doorkomen. Dat is altijd, als we uit de kleedkamer komen, de eerste 10 minuten. Dan tegenstander gaat ook tactisch andere dingen inbrengen. Om zo snel mogelijk te scoren. En dan, ja, dan weet je dat even het stormpje komt. Het stormpje komt naar de rust. En dan krijg je 3 stomme doelpunten tegen. Dan is de ploeg niet meer bij machten om met 10 man om de tij nog te keren. Zeker niet in onze situatie zijn wij niet echt in staat meer om zoiets om te draaien nog. Dan gaan we weer terug naar jezelf. Ja, je speelt nu weer. Een exponent van de jeugdopleiding wordt wel gezegd. Een langdurig contract. Wat kunnen we nog van je verwachten? Wat je nog van me kunt verwachten? Ja, dan moet ik eerst nog wat vaker spelen. Maar wat je vandaag hebt gezien, denk ik, dat ik toch wel de duels in ga. Voetballend mee kan doen, mijn loopvermogen. Dat, En dan wel op de positie waarin je nu speelde en niet meer zoals aan het begin van het seizoen linksback? Nee, alsjeblieft niet. Nee, daar mis ik gewoon een bepaalde explosiviteit voor, eerlijk gezegd. Ik ben altijd middenvelder geweest, dus ik ben meer van het lopen en ik heb mijn conditie daarvoor. En linksback is niet mijn ding. Nee. Nu nog 2 wedstrijden in deze competitie. Nou, gezien de personele problemen zou het maar zo kunnen dat je die wedstrijden weer gaat spelen natuurlijk. Wat moeten we nog van dit seizoen? Wat moeten we nog van maken? Ja, je hoort elke keer van, ja, we moeten het beste maar van maken, het publiek nog van maken. Maar ja, het lukt niet echt. Ja, we moeten niet de pet naartoe gooien. Tuurlijk, we moeten het publiek van maken. Gewoon laten zien dat wij nog steeds willen. En ook al weten we dat we voor niks meer voetballen, maar toch, die wedstrijden staan er. En daar moet je gewoon voor gaan. Vandaag werd bekendgemaakt de nieuwe seizoenskaartactie, de Home of Voetbal, zoals het mogen heten. Nou, daar willen ze dan de identiteit aan de club teruggeven. Bij monden van Edwin Lucht zegt men bijvoorbeeld van, we hebben de clubmensen, Paul Bosveld noem ik even met name teruggehaald. Oran Zepar is daar ook één van, volgend seizoen? Die is er ook één van, volgend seizoen, ja. Maar dan doe ik eventjes binnen de lijnen? Daar hoop ik wel, daar ga ik wel voor. Dan wens je heel veel succes bij en nog 2 wedstrijden. Ik zou zeggen van, doe je best. Ja, komt goed, zou ik doen.